Hi iedereen, leuk om te kijken. Ik heb vandaag een filmpje voor jullie speciaal voor dierendag. Want het is vandaag natuurlijk feest. Dit is mijn kat Lotje en vandaag heb ik een filmpje voor jullie in samenwerking met de Beautybox. Want de Beautybox is dit keer uitgekomen. Het is de eerste keer dat ik hem ontvangen heb. En deze Beautybox staat helemaal in het teken van dierendag. Of eigenlijk in het teken van het helpen van dierproefvrije make-up te maken. Nou, ik heb hem net al alleen even opengemaakt, dus ik weet ook niet wat erin zit. En het is ook de eerste keer dat ik hem ontvang, dus het is allemaal een beetje kijken hoe het allemaal gaat. Nou, wat me eerst opviel is dat er een kortingsbon in zit van, even kijken, een Deo Crystal Spray. Dus ik ben benieuwd wat het is. Nou, wat als eerste opvalt in de doos, dus dat er dus dierproefvrij een kaartje bij je zit en die staat dan ook op. Hierbij ontvang je de dierproefvrije Beautybox. Een exclusieve samenwerking tussen Stichting Dierproefvrij en Beautybox. Dus alle producten die hierin zijn, zitten, zijn sowieso niet getest op dieren. Nou, er zit dan ook een testertje in van Rio Rosa Mosqueta. Ik ken het niet, het merk. Maar dit is een anti-aging dag- en nachtcreme om een keer te proberen. Nou, zit in een mooie gouden papiertje. En dan ga ik het even openmaken. Zo. En dan is dit wat erin zit. En het eerste wat me wel direct opvalt is de Body Shop. Die zal ik al eens even uithalen. En dit is een body butter van de Body Shop in olijven. Nou, je kan me altijd blij maken met het product van de Body Shop. En dit is een body butter die ik zelf niet heb, maar de geur olijf vind ik altijd wel heel lekker, zeker nu een beetje in het herfst. En het ruikt gewoon een hele neutrale body butter is dit. Dus dit vind ik een heel fijn product die erin zit. Ik zie trouwens overigens dat er geen kaartje of iets dergelijks in zit. Want normaal gesproken, wat ik gewend ben met bijvoorbeeld een andere box, is dat er een kaartje bij zit van wat erin zit, wat het doet en wat het kost. En dat zit er nou niet bij in, dus ik weet niet precies wat het kost. Maar dit is een mini van de Body Shop en er zit 50 ml in. Dan zie ik een Webacost Sponge Face Cleanser. En dit is voor alle skin types. Het is 100 ml en ja, het is with Sponge Beach. Dus ik weet niet precies wat het is. Ja, het is een facial cleanser. En ook dit is dus dan weer niet op dieren getest. En het ruikt al heel fris. Ik ken het merk eigenlijk niet. Ik kan wel even een klein beetje op mijn hand doen. Kijk, het ziet er zo uit, gewoon wit. En als ik het even... Oh, dat is wel heel apart. Er zit een soort van kaviaarachtige bolletjes in. Alleen dan doorzichtig. Ik kan het wel even inzoomen. Zodat jullie het kunnen zien. Kijk, zo ziet het uit. Er zitten hele kleine bolletjes in. Dus ik hoop dat je het op camera kunt zien. Maar goed, dat is dus wat dit is. Ik ken het merk ook niet, dus het is allemaal even proberen. Nou, dan zie ik ook direct deze. Een lipbalsem van Burt Bees. Nou, daar kan je me ook wat blij mee maken. Burt Bees vind ik een heel fijn merk. Wordt ook heel veel gebruikt door mensen die allergieën hebben. En het is gewoon een heel natuurlijk merk. En ja, ik wist dat deze, dat zij niet op dieren testen. Dus het is zeker een goede toevoeging van de box. Oh, dan valt dit wel gelijk op. Dat is ook een mini stick max effect van DO2. Do 2. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar het ziet er in ieder geval heel raar uit. Het is een deodorant. Maar het ziet er zo uit. Het is een kristallen stick. En nee, ruikt nergens naar. En ik ga even lezen hoor. Houd het kristal even onder de kraan en wrijf met een kristal onder de oksel. Het kristal laat een actief laagje achter dat de bacteriën die de zweetlucht veroorzaken op een natuurlijke manier stopt. Ik ben erg benieuwd. Ik heb nog nooit zoiets geprobeerd. Het ziet er niet echt uit als een deodorant. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat werken. Dus dit ga ik zeker proberen. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, het is gewoon echt... Het lijkt een beetje op zo'n lolly wat je vroeger had. Maar ook dit is weer niet op dieren getest. Dus ook weer een neutraal product. En als laatst zit er een Hair Wonder in. En dit is een Hair Repair Conditioner. En dit is wel op zich een heel fijn merk. Ik
Ik vind het een leuk formaatje en ik denk dat dit makkelijk is voor als je op vakantie gaat dat je dan conditioner gebruikt. Ik denk dat ik echt hier maar nou, 1 of 2 keer mee doe, dan is hij leeg. Ik gebruik best wel veel conditioner. Maar dit is gewoon een conditioner, een standaard conditioner die gewoon lekker je haar verzorgt, die de wortels versterkt. Ook dit merk is dus weer niet getest op dieren. Dus ja, ik wil iedereen aanmoedigen ook om producten ja, aan te schaffen. In ieder geval een beetje op te letten als je cosmetica koopt of het ook op dieren getest wordt. Ik weet dat ik er zelf ook niet altijd rekening mee hou, maar ik merk wel dat ik er steeds bewuster van word. En dat ik dus ook steeds meer gebruik maak van producten die niet op dieren getest zijn. Nou, wat leuk is, je kan ook een app downloaden. En dit is een app Time to Makeup. En daarmee kan je scannen een product. Bijvoorbeeld als ik dan bijvoorbeeld de body butter pak van de Body Shop, dan scan ik de code. Dan geeft hij dus aan of het wel of niet op dieren is getest. En dat kan je dus in de winkel doen als je aan het winkelen bent. En super handig, want als je gewoon echt wil zeker weten dat je een product koopt wat niet op dieren getest is, dan kan je die app heel makkelijk meenemen op je telefoon. En dat is alles wat er deze maand dus in de beautybox zit. Ik vind het leuk om hem voor het eerst gekregen te hebben. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zeker omdat er ook echt een thema aan zit voor dierproefvrije producten. En ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Dus wat ik al zei, laat me weten wat je van de producten vindt. Ik ben het meest benieuwd naar die deo stick. En ik wens iedereen nog een hele fijne dierendag. Doei!